zelfonderschatting is de werkelijke pandemie. Op de een of andere manier geloven heel veel mensen dat ze reddeloos verloren zijn zonder geleid te worden door, nou ja, goed, meer competente of betere mensen. En daar ligt natuurlijk de overtuiging aan ten grondslag dat ze zelf daarvoor tekort schieten. Ja. Wauw, dus wat zouden we doen als we die overtuiging bij mensen zouden kunnen wegnemen? Ja. Dan verandert de wereld. Dan verandert de wereld. Hè. Als je goed kijkt naar problemen die er in de wereld spelen, en dan geldt niet alleen dit, maar dit is natuurlijk een heel groot probleem. Zeker. Hè. Dit is een soort cumulatie van alle problemen die er op de wereld zijn. Alles komt bij elkaar. En dan zie je dat er aan alles wat mensen als probleem ervaren, als ongewenste situatie, als probleem ervaren, dat er steeds weer diezelfde overtuiging aan de grondslag ligt van ontoereikendheid. Je hoeft maar een probleem te noemen en je ziet dat eraan ter grondslag ligt. Ja. En nu is dat heel erg duidelijk. Hè. Je ziet nu het machtsvertoon, toch wel heel snelle beweging richting een totalitaire wereldstaat, zeg ja, maar. Ja, zeker. In omvang zoals de mensheid dan nooit eerder heeft gekend. Al was het alleen maar omdat het inderdaad op wereldniveau is, mondiaal niveau is, in plaats van op nationaal niveau. Dat dit een probleem gaat opleveren is voor iedereen die zich even in wil verdiepen, evident. Super duidelijk. Het is evident. Hè? Alleen degenen die zich niet in willen verdiepen, omdat ze de overtuiging hebben van, ja, luister eens, ik ben niet in staat om zelf richting te kiezen, dus ik vertrouw de leiders, die zullen het niet zien. Maar op het moment dat we dus eigenlijk onze kinderen al leren om op zichzelf te kunnen vertrouwen, dan ben je dus als je ouder bent, als volwassene, ben je minder vatbaar voor dit soort manipulatie? Zeg ik dat goed? Ik denk dat dat eraan bij zou kunnen dragen. Maar ja, goed, dan kom je wel weer op het volgende probleem. En dat is dat het hele onderwijs gestoeld is op de overtuiging van ontoereikendheid. Precies. Want ik bedoel, er wordt kinderen geleerd dat externe autoriteit zoiets hetzelfde is als waarheid. Klopt. Dat wil je slagen in de samenleving, dat je moet herhalen wat de autoriteiten je verteld hebben of in een boek hebben opgeschreven. Ja. Dus het is helemaal geënt op het in stand houden van die overtuiging van, ja, je bent simpelweg overgeleverd aan bestuur, aan leiding, aan autoriteiten, aan externe autoriteiten, die dit in stand houdt. Ja. Ik kan me voorstellen dat degenen die belang hebben bij autoriteitsposities, dat ook graag zo willen houden. Precies. En het vervelende is dat die dan ook aan de touwtjes trekken. Ja, ja. Maar goed, als we dit nu zo inzichtelijk krijgen, dan zou je dus bijvoorbeeld kunnen beginnen met het onderwijs te hervormen. Dat zou heel fijn zijn, waar het niet dat het onderwijs in handen juist is van de autoriteit. Hè, onderwijs. Nog wel. Ja, nog wel. Hè. Dus daar zouden we initiatieven over kunnen nemen. Wat ik denk is, kijk, we gaan nu op een hele intense crisis af. Dit gaat leiden tot een enorme crisis. En ja, hoe diep het zou gaan is nog niet helemaal te overzien. Ik heb er wel ideeën over, maar het blijft natuurlijk een beetje speculeren. Ja, ja, ja. Maar als je ziet welke richting het opgaat, dan gaat dit een gebeurtenis worden die waarschijnlijk de meest significante gebeurtenis ooit in de menselijke geschiedenis is.